Goedenavond in Christus Beminden. Vorige keer spraken wij over het katholieke altaar, haar geschiedenis en haar toebehoren. Vandaag willen wij de liturgische gewaden die in de liturgie van het misoffer gebruikt worden, overwegen. En starten wij met een kort gebed tot het Allerheiligste. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij de anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heilige Paus Pius X, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn dierbaren, in het Oude Testament had God aan Mozes bevolen dat de priesters tijdens de uitoefening van hun functie prachtige, bijzondere gewaden moesten dragen. Uit het feit dat God deze gewaden zelfs tot in het detail bestemde en beschreven had, zien we welke waarde de Allerhoogste hieraan hecht. En daar de cultus van het nieuwe verbond, het heilig misoffer, veel hoger is dan die van het oude verbond, is het vanzelfsprekend dat ook in de heilige mis bijzondere en prachtige gewaden gebruikt worden. Ja, waarom eigenlijk liturgische gewaden en geen gewone dagdagelijkse kleren? Wel, ten eerste wijzen de aparte liturgische gewaden erop dat de priester niet in eigen persoon aan het altaar staat, niet in zijn eigen burgerlijk bestaan. De priester handelt daar niet in eigen kracht, maar is een plaatsvervanger van Christus. Hij handelt in persona Christi. En dat zou niet onmiddellijk duidelijk zijn, moest hij in gewone burgerkledij aan het altaar verschijnen. De kostbare gewaden ten tweede helpen ons bovendien ook begrijpen dat het misoffer het kostbaarste is wat wij op aarde bezitten. Niet iets gewoon, maar een beeld van de hemelse liturgie aan de troon van de Allerhoogste. En deze liturgie is vol pracht, vol licht, vol majesteit. Ten derde gebruikt de mens, die niet enkel een geest heeft, maar ook een lichaam, deze kostbare gewaden om zijn innerlijke wegschenking aan God uitdruk te geven. Wie onder de mensen wil zijn geliefde niet het beste en zelfs niet het kostbaarste schenken? Dit alles, mijn dierbaren, heeft men na de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie buiten acht gelaten. Al het prachtige, al het feestelijke werd uit de liturgie verbannen, waardoor de mensen de liturgie als iets dagdagelijks, als iets gewoons aanschouwden en bij gevolg de heilige mis niet meer naar echte waarde konden inschatten. Stellen wij ons de vraag, hoe zit het met de geschiedenis van onze liturgische gewaden? Wel, omdat Jezus Christus, God, in het Nieuwe Testament geen bijzondere directe aanwijzingen heeft gegeven omtrent de liturgische gewaden, althans niet in de Heilige Schrift, hebben de apostelen waarschijnlijk de gewone dagdagelijkse kleren gebruikt. Een overname van de Joodse cultusgewaden was voor eventuele verwarring geen optie. De eredienst van het Oude Testament en het priesterschap bij gevolg van het Oude Testament was afgeschaft door het instellen van de heilige mis.
Maar passen wij op. De gewaden, de kleren die de apostelen gebruikten, waren zoals gezegd gekenmerkt als de dagelijkse klederdracht. Maar het waren niet hun dagelijkse klederen die ze bij de liturgie gebruikten. Ze legden deze af, hun gewone kleren, en deden andere, kostbaardere, duurdere kwaliteitsklederen aan dan de gewone kleren in het dagdagelijkse leven. Maar van vorm waren die oorspronkelijk hetzelfde. Men gebruikte die specifieke gewaden enkel en alleen maar voor de eredienst. En na de dienst werden deze weer opgeborgen. Men maakte dus wel degelijk een onderscheid reeds tussen gewone gewaden en gewaden voor de eredienst. En paus Stefanus benadrukte dit nog eens in het jaar 257. We zullen nu vanavond de liturgische gewaden van de priester één voor één doorgaan en hun symbolische en morele betekenis leren kennen. Dat wil zeggen, we willen steeds kijken op hun geschiedenis, maar ook op hun verband met het lijden van Christus en de deugd die zij uitdrukken, welke de priester en de gelovigen moeten bezitten om passend en vruchtbaar het heilig misoffer bij te wonen. Het eerste kledingstuk waarmee de priester zich bekleedt is het witte schouderdoek, de zogenaamde amikt. De amikt werd rond de 8e eeuw gebruikt in Rome en weliswaar uitsluitend voor de paus. Het amikt komt voort uit het antieke Romeinse kledingstuk waarmee men de hals beschutte tegen de koude. Tot in de 13e eeuw werd het als een soort kap over het hoofd gedragen. Zoals wij vandaag ook nog zien als wij de liturgie van de Dominicanen bijvoorbeeld bijwonen. Bij het begin van de Heilige Mis werd de kap dan op de schouders neergelaten. Vandaag de dag legt de priester eerst de amikt boven zijn hoofd en laat hem dan afzakken op de schouders om hem om de hals te sluiten. Daarbij bidt de priester het volgende gebed: Zet op mijn hoofd, Heer, de helm van het heil, opdat ik de aanvallen van de duivel overwinne. De helm van het heil is een uitdrukking van de heilige Paulus. Hij die er ons op wijst dat wij moeten strijden op aarde, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de boze geesten. De priester en de gelovigen moeten zich bewust zijn dat het heilig misoffer het belangrijkste wapen is tegen het rijk van de duivel. En door het offer van Jezus werd de duivel overwonnen. En de heilige mis is de hernieuwing van die triomf. De vermindering van het aantal heilige missen op aarde door een priestertekort of andere omstandigheden is dus een ernstige bedreiging voor ons zielenheil. De priester wordt bij het aandoen van de amikt er ook aan herinnerd dat hij zijn tong moet beheersen. De amikt bedekt namelijk zijn hals en zegt dat de priester met zijn tong Gods lof moet zingen en het evangelie moet prediken. En niet met slechte taal of onnodig gepraat zijn tong bezoedelen. Symbolisch betekent de amikt de spotdoek waarmee de Joodse hoge priesters Jezus' ogen verhulden na het verhoor van Caïphas. Ze sloegen op zijn hoofd en noemden onze zaligmaker een valse profeet en spraken: Zeg nu wie u geslagen heeft. Het tweede gewaad is de albe, het lange witte priestergewaad. De albe komt voort uit de Romeinse tunica, het Romeins ondergewaad. En dat werd tot in de 6e eeuw zowel door mannen
als de vrouwen gedragen. De albe moet uit rein linnen bestaan en mag onderaan en aan de armen versierd zijn met kant. De albe staat symbool voor de reinheid en de heiligheid welke de priester, maar ook de gelovigen dienen te bezitten bij de heilige mis. De priester bidt bij het aanleggen van de albe: reinig Heer mijn hart, opdat ik wit gewassen worden in uw bloed en de eeuwige vreugden mag genieten. De reinheid, mijn dierbaren, wij weten het, komt echter pas in ons, in ons hart, als wij onszelf versterven, als wij onszelf geweld aandoen. En daarom is de albe gemaakt uit linnen, linnen dat pas wit wordt na veelvuldig wassen. We hebben inderdaad veel offers en veel ontzeggingen nodig om ons van die aarde los te rukken en vreugde te vinden in het geestelijk leven. En dus om de ware betekenis en de ware vrucht van de heilige mis te kunnen vatten. Symbolisch betekent de albe het witte spotkleed dat koning Herodes gebruikte om Jezus te omhullen. Jezus vond dat Herodes geen antwoord gegeven mocht worden door zijn liederlijk leven, waarop Jezus vernederd werd door Herodes als een gek. Toentertijd werden de gekken gesymboliseerd met een wilde witte albe. En zo zond Herodes Jezus terug naar Pilatus in de witte albe, symboliserend dat hij gek zou zijn. Het derde gewaad is het koord, het zogenaamde singulum. Vroeger werd het singulum vooral gebruikt door arbeiders, reizigers en soldaten. Het zorgde ervoor dat de tunica, de albe, het werken of het stappen niet hinderde. Het is in de liturgie toegestaan het singulum te gebruiken in dezelfde kleur als het misgewaad. Het singulum is een beeld voor de kuisheid van de gelovigen, die men enkel kan bewaren of bereiken door de eigen begeerlijkheid te bedwingen, net zoals het koord de albe onder controle houdt. Symbolisch met het lijden van Jezus verbonden betekent het singulum de geestelwerktuigen van Jezus. Het vierde gewaad dat de priester aanlegt is de manipel. Deze manipel kwam waarschijnlijk voort uit de Romeinse mappa, wat doek betekent. De Romeinen droegen in hun hand een soort van zakdoek. Vandaar manipulum van manus, hand. De keizers gaven daarmede bijvoorbeeld het teken voor de start van de wagenrennen. Om praktische redenen werd het zakdoek niet in de hand gehouden, maar later aan de linkerarm gebonden, zoals wij vandaag ook bij de priester daadwerkelijk zien. Oorspronkelijk werd het manipel uitsluitend door de paus gedragen. Later werd het door aan de diakens verleend, om tenslotte het onderscheidingsteken te worden van de subdiakens. De manipel staat symbool voor het zweet. Dat betekent voor de tegenslagen en de moeilijkheden die zeker over ons komen als we in Gods dienst willen staan. En hierop wijst ook het gebed dat de priester bidt als hij het manipulum aanlegt in de sacristie. Hij bidt: mag ik waardig zijn, Heer, de manipel van het wenen en de pijn te dragen, zodat ik later het loon van mijn arbeid mag ontvangen. De manipel wordt enkel bij de heilige mis gedragen, waar Jezus' passie wordt herdacht, en niet bij de zegeningen en niet bij de predicaties.
Symbolisch, verbonden met het lijden van Jezus, betekent de manipel de handboeien welke Jezus voor zijn rechter droeg. Het vijfde liturgische gewaad van de priester is de stola. Voor de gelovigen ziet dit uit als een verlengde manipel. Waarschijnlijk maakte de stola geen deel uit van de Romeinse burgerlijke klederdracht, maar is deze werkelijk door de kerkelijke overheid ingevoerd, als een soort ereteken. Het is een symbool voor degene die macht in de kerk bezit. Het is het ambtsteken daarom van de diaken, de priester en de bisschop. De diaken draagt het op zijn linkerschouder naar beneden hangende, de priester gekruist op de borst en de bisschop neerhangende naar beneden. Daar hij reeds een kruis op zijn borst draagt, de bisschop. De last van het ambt wordt steeds groter en drukkender. In antieke tijden, toen de gelovigen ook het kostbaar bloed aan de communiebank ontvingen, wisten de diaken de mond van de gelovigen met zijn stola af na de kelkcommunie. Symbolisch staat het kruis des Heren in naam van de stola. Het zesde gewaad is de kazuivel, de planeta. Deze kazuivel ontwikkelde zich uit een soort Romeinse mantel die in het midden een opening had voor het hoofd. Daarom ook de naam kazuivel van het Latijn casula, wat huisje betekent. De priester was door dit oorspronkelijke gewaad dat hem geheel omringde, zeer belemmerd. En hij had de hulp van de misdienaars nodig om de kazuivelstof te kunnen optillen bij de consecratie. En daarom werden de zijkanten al heel snel verwijderd en kwam men ten eerste op de gotische vorm van de kazuivels en later bij de Romeinse kazuivels zoals wij vandaag de meeste kennen. Het tweeledige deel van de kazuivel, namelijk de voor- en de achterkant, symboliseert de deugd van de liefde. De liefde die, zoals u weet, bestaat in twee delen, twee aspecten. De liefde tot God en de liefde tot de naaste. Maar samen vormen zij één geheel, net zoals de kazuivel. En net zoals de kazuivel alle andere gewaden omringt, zo moet de liefde ook alle andere deugden dragen, als zij in waarheid deugden willen zijn. Symbolisch verwijst de kazuivel naar het kruis van onze lieve Heer, net als de stola. Maar de zuil aan de voorkant van de kazuivel verwijst eerder naar de geeselkolom. Sinds de 10e eeuw draagt de priester ook een baret in navolging van de mijter van de bisschop. Oorspronkelijk was de baret een soort witte muts om de priester te beschermen tegen de koude in de kerk. Om het afnemen van deze muts te vergemakkelijken, werd er een soort van pompon, een bol, aangebracht. Later kreeg de baret een vorm van een soort hoed met 2, 3 of 4 hoorns. Deze hoorns zijn tekenen van macht en aanduidingen van graden in de theologie of in de filosofie. Symbolisch verwijst de baret naar de doornenkroon van onze heiland. Zeggen wij afsluitend nog een kort woord over de liturgische kleuren. In de eerste tijden bestonden nog geen liturgische voorschriften betreffende de gewaden in de liturgie. Men had wel steeds een grote voorliefde voor het wit. De apostolische constituties, een heel oud geschrift, spreekt erover. Eerst in de 12e eeuw bepaalde Innocentius III dat er maar 5 liturgische kleuren toegelaten zijn. Er bestonden er meer,
maar er zijn slechts 5 toegelaten. En weliswaar deze. Wit, rood, groen, zwart en violet. Goud mag gebruikt worden vervangend voor wit, rood en groen. Zilver enkel maar voor wit. Het wit. Symbolisch betekent het wit het licht en de glorie van de hemel. Op de berg Tabor veranderde Jezus zijn klederen in een stralend wit gewaad. En ook de engelen die bij het graf van onze lieve Heer op Pasen verschijnen, zijn gehuld in witte gewaden. Het is de kleur van de hemel, de kleur van de reinheid, de kleur van de heiligheid. En daarom kiest men ook het witte gewaad voor alle vreugdevolle feesten van onze heiland, zoals Pasen, Kerstmis, Sacramentsdag, of ook de feesten van onze lieve vrouw, de belijders en de maagden. Rood is de krachtigste kleur die wij bezitten in de liturgie. Het is de kleur bovendien van de vorsten. Rood verzinnebeeldt het vuur en de liefde. Liefde die zelfs tot de dood kan gaan. De martelaarsdood is de vorm van de hoogste liefde tot God. En daarom gebruiken wij rood bij alle martelaarsfeesten en op Pinksteren. Op Pinksteren wil namelijk de Heilige Geest in ons komen om de liefde tot God te doen ontvlammen. Groen is de aangenaamste kleur voor de ogen. En daarom heeft God immers zoveel groen in de schepping verwerkt. Het is een symbool voor de hoop, symbool op de lente. Deze kleur is een stille vermaning dat wij een lange pelgrimstocht door de aardse woesternij te verrichten hebben. Een tocht die ons zal brengen naar groene weiden van het hemelse Jeruzalem. Groen gebruiken wij vooral in de zondagen na Pinksteren. Violet is een donkere, een ernstige kleur, de kleur van de boetetijd. Op de derde Adventszondag en de vierde Vastenzondag mag men als toegeving en als teken van de nadering van het aankomende feest van Kerstmis of Pasen het kleur roze gebruiken. Zwart is de kleur van de dood en de droefheid van Goede Vrijdag. Op Goede Vrijdag verduisterde zich de zon en lag het land in duisternis. In de dodenliturgie gebruikt men ook zwart, omdat men ervan uitgaat dat de meeste zielen in droefheidsmachten, namelijk in het vagevuur. Dierbaren, in Christus beminden, tenslotte, overwegen wij opnieuw het gezegde. Zien wij door het overwegen van de liturgische gewaden de persoon van Christus aan het altaar, getooid in de klederen van zijn passieverhaal om het lijden te hernieuwen. Controleren wij ook onszelf of wij de deugden die deze liturgische gewaden uitbeelden, dat wij die werkelijk bezitten, zodat wij werkelijk alle vruchten van het heilig misoffer met de juiste ingesteldenis kunnen ontvangen. Ja, mijn dierbaren, als wij deze overweging verrichten, zullen wij grote vrucht ervan halen. En vragen wij onze lieve vrouw tenslotte ons voornemen te zegenen en ons hierbij te helpen. Dan bidden wij en wees gegroet. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Jozef, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Christus beminden, dan hoop ik u allemaal volgende keer terug te zien. En
waar wij zullen verder gaan in de verdieping van onze kennis van de katholieke liturgie. Goede avond en God zegen.